Een dag na het ontslag van Jack de Gier is het trainerstokje bij NEC doorgegeven. Intern zijn trainers opgetrommeld die het seizoen als driemanschap afmaken. Adrie Bogers en Rogier Meijer voegen zich als coach bij het eerste team, terwijl oefenmeester Ron de Groot als eindverantwoordelijke dient. Ja, we werken drie op gelijkwaardige basis en natuurlijk moeten ook mensen een beslissing nemen. Dat zal ik dan moeten gaan doen, ook zoals jullie me te woord moeten staan. Maar goed, je komt er als voetbalmensen altijd wel uit in je opstelling. Natuurlijk heeft de ander altijd die wat meer als voorkeur of die of een andere gedachte daarover. Nou, de wissels die bekijk je altijd vanuit de bank. Je rijdt je overal op voor, dus wat dat betreft zal het niks nieuws zijn of je dan met twee of met drie mensen werkt. Op het moment dat de ander een heel andere gedachte heeft als de ene, ja, dan is dat een stuk lastiger. Kijk, we hebben wat dat betreft alle drie wel een beetje dezelfde voetbalvisie, dus dat scheelt wel heel veel. Dat is toch wel makkelijker werken. Een trainerstrio is in het voetbal ongebruikelijk. Maar volgens algemeen directeur Wilco van Schaik was dit de meest voor de hand liggende oplossing. Als je iemand van buiten afhaalt, is dat altijd moeilijk. Iemand moet weer spelers leren kennen, de club leren kennen, cultuur. We hebben korte termijn, er moet snel geschakeld worden. Dus voor ons was er eigenlijk maar één optie om dat intern op te lossen. Zeker ook omdat we kwalitatieve mensen hebben. En de persoon van Ron de Groot en Rogier Meijer. En dan in samenwerking met Adrie Bogers. Ron de Groot nam de functie van interim trainer in het verleden al vaker op zich. Toch voelt het voor hem anders dan andere keren. Ja, wel wat anders als bijvoorbeeld 2 jaar terug en de jaren daarvoor. Als je jaren daarvoor was ik dan de assistent, dus dan ken je de groep al goed en je weet waar je mee te maken kan krijgen. 2 jaar terug was het ook wel iets anders, maar niet veel anders als nu. Maar toen kende ik wat spelers ook en nu is het toch een andere soort groep. Jongens die ik niet zo heel goed ken, ja, de jeugdspelers dan uiteindelijk wel. De jongens die van buitenaf kwamen, die ken ik dan wat minder.